Wat is hier zo even, wat vond hier plaats? We hebben hier een duikevenement gehouden voor mijn opleiding als tot instructeur. En moet ik een evenement organiseren en dat was dus vandaag. Tijdens het grasboekweekend van onderwatersportvereniging Galatea. En wat hebben jullie gedaan zo even? Ze hebben een rebus kompasduik gedaan. Ik heb ze een rebus, die hebben wij onder water overal op plekken neergelegd. Op 7 punten. En dan moest zij dus met de kompas onder water daarheen zwemmen. En dus de rebus oplossen. En lukte dat de meesten? Dus de eentje die het goed heeft gehad. Twee die het goed hebben gehad. De rest niemand. Hoeveel gingen er dan in totaal onder water? We hadden 7 buddyparen. Oei, dus daar kan nog wel een en ander verbeterd worden. Ja, maar onder water was het erg stoffig. Opdwarrelend zand en zo, dus ja, dan was het moeilijk te zien. Onder water stoffig, dat komt bij mij heel vreemd over. Want ik denk altijd, water is nat en als het zand nat is, dan is het niet meer stoffig. Nee, zand dat dwarrelt omhoog en dan zie je bijna niks meer. Zeker met zoveel paren die naar hetzelfde stuk heen gaan, dan is het zicht erg slecht. Juist, daar kwam het dus door. En Galatea bestaat 40 jaar. Dat klopt. En in deze coronatijd is dat best lastig om dat te vieren. Maar dit was toch een leuk iets om te gaan doen? Ja, wij zouden normaal gesproken meerdere evenementen organiseren. Dat ging dit jaar grotendeels niet door. Maar we hebben dit toch kunnen organiseren. En hier het grasbroek, dat is jullie thuisbasis? Ja, wij duiken hier elke vrijdagavond met de hele club. In de winter duiken wij in het zwembad en in de zomer duiken wij dus hier in het grasbroek. Ik ben Dirk Jaap en hiernaast bestaat Philip. Philip is een leerling van onze onderwatervereniging Galatea. En die probeert het NOB 1-sters duikbuffet te halen. En hij is al heel goed op weg. Vandaar bestaat de vereniging 40 jaar en maken we een onderwaterparcours van een rebus. Dit heeft onze bestuur uitgezet. En wij zijn nu de opleiding te combineren met een mooie onderwater gezicht. En we hebben ons doel bereikt, want we hebben goed veel van de rebus op kunnen lossen. En ondertussen hebben we ook nog een aantal grote vissen gezien. Philip, wat hebben we gezien? Nou, we hebben wel een paar baarsjes gezien. En een snoek, ja, wel een redelijk grote. We zijn ook langs 2 wrakken geweest. En een paar buizen. We hebben nog een verkeersbord gezien. Ja. Jij hebt van alles dus onder water gezien. Ja, we hebben heel veel. Wat maakt dat jij duiken zo leuk vindt? Wat vind jij zo leuk aan duiken? Gewoon het gevoel dat je onder water allemaal dingen kan zien. En dat je gewoon diepte kan bereiken terwijl je kan ademen. Ja, dat je toch heel diep onder water, dat je dan toch nog adem kan halen? Ja. En ja, jij wilt een bepaald brevet gaan halen. Ja. Je bent al een heel eind. Hoeveel moet je daar nog van halen? Niet heel veel meer, want ik heb al wel redelijk wat duik gemaakt. Ik moet alleen nog één keertje goed mijn begeleider redden als hij geen lucht heeft.